Ze reed bij de jeugd maar liefst 9 EK's. Vond daarna vrijwel directe aansluiting richting de Grand Prix. Eigenlijk elk paard wat ze rijdt wordt een succes in de ring. Ze vertrok voor een jaar naar Rusland en kwam met meer terug dan ze heen ging. Inclusief een eigen paard en een leuke nieuwe vriend. Gelukkig is ze weer terug in Nederland en heeft haar eigen plekje gevonden in Zeewolde. Met haar grote liefde Dastan is ze momenteel te zien in de Grand Prix. Ik ken haar vooral als een geduldig, hardwerkend persoon met een ontzettende liefde voor de paarden en de dressuursport. Het is Dominique Fillion. Hey, waar kennen wij elkaar eigenlijk van? Toen we elkaar echt leren kennen was denk ik toen ik jullie ging helpen. Of nou, ik denk eerder. Oké. Want wij deelden volgens mij een kamer in Barzago op het EK. Oh ja. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar ik moet wel zeggen dat dat wel, dat is dat je nu zegt dat ik denk, oh ja, dat kan, maar dat had ik me denk ik niet meer zo kunnen herinneren als ik dat zelf had moeten herinneren. Ja. Maar ja, dat klopt, ja. Ik zat namelijk te denken aan onze eerste ontmoeting. Yeah. Ja, ik weet het natuurlijk niet exact. Yeah. Maar ik weet wel, die kamer samen in Barzago. En op dat EK reed jij met een paard. En toen kan ik me nog heel goed herinneren. Okay. Bij de Young Riders. Dat hij die staart in zijn nummer. Oh, vreselijk. Kreeg. Ja, dat ik misschien niet meer herinneren. Vreselijk. Ja, jij reed een appartement en je moest daarna een wissel. En voor die wissel ging die staart in dat nummer. En iedereen hield denk ik zijn adem in en je was heel cool en je hop en je pakte die staart weg en die wissel ging gewoon en je ging door. Maar dat is echt het eerste wat ik me herinner. Ja, het was wel, ik weet dat heel veel mensen zeiden van nou bizar wat jij deed, maar ik weet ook niet zeg maar hoe dat kwam, maar het was denk ik een soort reflex. Ik dacht van dat die staart, maar het was natuurlijk wel een soort van drama EK voor mij. Ja, daarna, want ja, natuurlijk, ik had eigenlijk geen fout gemaakt, maar ik had een soort van sprong of opzij, of hij deed natuurlijk gek. En dus daar heb ik natuurlijk wel veel punten mee verspeeld, dus ja, dat was natuurlijk wel heel naar. Ja, maar het was in ieder geval wel dat iedereen echt aan de kant zat. Ja, en ik dacht ook echt van, ik ga de proef van mijn leven rijden, weet je, ik was helemaal klaar voor. En het ging tot dan toe best wel goed. Ja, en dan gebeurt zoiets, weet je, en ik moet wel zeggen dat, dan zie je maar weer dat je hebt gewoon niks onder controle in het leven. Ja. Je kan nog zo goed voorbereid zijn. Maar ja, voor dat soort dingen, dat kan echt, dat overkomt je. Ja. En ja, dat was gewoon wel een beetje naar. Maar goed, ja, daar veranderen we niks meer aan. Ja. Hey, ik heb jou, buiten dat ik even herinneringen heb opgehaald, heb ik jou ook gegoogeld. Oh, oké. Okay. Ja, en ik wil met jou eigenlijk even een spelletje doen. Oké. Okay. Jij mag 5 keer raden als jij het woordje Dominique Fillion intoetst op Google. Wat mensen dan de 5 meest gezochte termen zijn. Oké, okay, jeetje. Ja. Oké, okay, en jij hebt ze dus? Ja, ik heb ze. Oké. Okay. Ik neem aan dat je jezelf dus niet dagelijks googelt. Nee. Nee, ik weet wel, ik hoop dat er in ieder geval niet zoiets staat bij Kim Kardashian, weet je wel. Dat er staat een leuke spannende video. Als dat er niet is, dan is het al, dan valt denk ik alles mee. Maar nee, ik heb geen idee, maar ik heb wel een idee. Ja. Maar 5 vind ik dan best wel weer veel. Ja, dus ik heb gewoon bij de eerste 5 gekeken. Dus ik zeg dadelijk jouw naam en dan mag jij raden, een woord raden, zeg maar. En dan ook zeg maar wat ik denk als eerste, of dat maakt niet uit? Dat maakt niet uit. Ah, okay. Het is al best knap denk ik als je zo... Ja, dat denk ik ook. ...raad wat de mensen googelen en zo. Oké, dat is snel bedenken. Maar oké, ik kom er al. Eentje weet ik wel. Dominique Fillion. Rusland. Nee. Oh, dat dacht ik helemaal niet zeker. Nee, ik heb echt geen idee. Oké, ik had een hogere score verwacht. Ja, nou maar... ja, het was niks. Dus... Helaas. Ik dacht, Rusland was ik echt zeker van. Oké, nou de eerste 5 woorden als je jouw naam in Google typt, is Facebook. Dus mensen zoeken naar jouw Facebook. Oké, nou had ik nooit geraden. Ja. Dan, Dominique Fillion, model. Model? Ja. Oh, nou, ik heb ook nooit geraden. Dus, misschien is er een bekend model die ook Dominique Fillion. Zou kunnen. Dan, Dominique Fillion, dressuur. Oké, dat had ik wel kunnen raden. Eigenlijk. Ja, en jij bent ook heel actief volgens mij op social media, maar het is ook Dominique Fillion Instagram. Grappig is dat. Heel bizar. Ja, dus dan de vierde, Dominique Fillion, leeftijd. Leeftijd? Ja, mensen googlen jouw leeftijd. Oh, en ik hoop dat ze het niet kunnen vinden. Nou, dat weet ik dus niet. Ik heb het niet gezocht. Oké. En dan de laatste, die is wel heel erg grappig. Dominique Fillion, en ik ga denk ik niet goed uitspreken.
paisagers. Maar dat komt... Paisagers? Paisagers of peesagers. Maar wat is het nou? Dat is Canadees, of ja, zeg maar Frans-Canadees voor tuinman. Dus er is een tuinman die Dominique is of zo. Ja, er is een Dominique Fillion in Montreal die tuinman is. Heel bizar. Dus dat zijn de eerste vijf hits. En terugkomend op Montreal, want... Ja, Montreal komen we dan wel weer voorstellen, omdat dan, zeg maar, Dominique Fillion is een Franse naam. Ja. Waarschijnlijk in Montreal woont die man of zo, die tuinman. Ja. Maar goed, oké. Okay. Maar ik had het allemaal nooit geraden. Dat dressuur, oké, okay, dat had ik wel nog kunnen raden. Maar model en wat was dat, die tuinman, dat ik zo lang had geraden. Ik dacht echt zeker Rusland, omdat dat zeg maar iets raars is of iets anders is. Met wie zou je graag een dagje willen ruilen? Ik denk Kim Kardashian. Dat lijkt me wel leuk. Dan word ik lekker opgemaakt en lekker mijn haar helemaal mooi gedaan. En dan wil ik gewoon een keer meemaken wat zo'n mens nou meemaakt. De hele dag gevolgd door de camera's en dan kijken hoe zo'n leven is. Dat vind ik zo fascinerend. Ja. Lijkt je ook leuk? Nee. Of ben je meer gewoon geïnteresseerd? Ja, het lijkt me niet leuk, want ik denk dat het eigenlijk heel heftig is. Of Paris Hilton of zo. Ik heb laatst die documentaire gezien en denk, jezus, wat een leven hebben die mensen. Ja. Dus niet per se dat ik dat leven wil, maar wel dat ik wel een keer wil meemaken hoe dat dan is. Ja. Hoe dat voelt, zeg maar. Ja. Ja, ik was wel benieuwd. Wie was jouw eerste Grand Prix paard? Nou, mijn allereerste Grand Prix paard, dat was Pride, heette zij. Maar ik had zeg maar toen, maar ik denk dat jullie dat niet meer weet. Nee, Pride was wel echt mijn eerste Grand Prix paard. Ja, ja. Want dat was zeg maar U25. Ja. En dan is dat eigenlijk ook Grand Prix, dus ja, Pride was ook ons eigen paard. Ja, ja. En hoe ging jouw eerste Grand Prix? Nou, ik denk niet zo goed. ik weet het niet meer, misschien ook wel, voor hoe het toen was. Ik weet wel dat ik dat natuurlijk, als je natuurlijk, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar als je eerste keer junior rijdt, of eerste keer jongrijders, of eerste keer zet, weet je wel, dan ben je natuurlijk altijd heel erg nerveus. Want voor alles is het eerste keer, dus dat is natuurlijk heel spannend. Dus dat was zeker zo bij Grand Prix, dan denk je, oh eindelijk, weet je wel, het hoogste niveau. Dus ik denk niet eens dat ik zoveel bezig was met, om heel goed die Grand Prix te rijden. Want ik denk dat het al een soort van overleven was in die proef, weet je. Je bent daar eindelijk en dan denk je, oh en nu dit en nu dat en nu zus. Dus dat was natuurlijk al heel spannend en het enige wat ik me kan bedenken, want ik zou echt niet meer weten, ik weet wel dat ik natuurlijk voldoende had, want anders ben je ook niet officieel Grand Prix, maar ik denk vooral wat overheerste was zenuwen. Zenuwen en blij dat ik het gedaan had, weet je wel, dat kan ik me herinneren. En nu in deze coronaperiode, nu op dit moment geen wedstrijden, hoe is dat dan voor jou? Ik denk net zoals voor iedereen behoorlijk saai. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, ik train liever thuis en mij maakt het niet uit. Maar ja, ik zou liegen als ik zeg dat ik een van die mensen ben, want ik rij heel graag wedstrijden. En ik vind het hartstikke leuk om een doel te hebben met verschillende paarden. Dus ik vind het echt heel erg dat de wedstrijden niet doorgaan. Maar natuurlijk train ik wel gewoon verder en misschien wel iets rustiger dan normaal. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, ze moeten ook nog steeds allemaal veel leren. Dus het is niet zo dat ik helemaal niks doe. En ik vind het ook wel weer erg om te zeggen van, ja, ik vind het heel erg van de wedstrijden. Want als ik dan zie wat er in de wereld gebeurt, vind ik niet dat ik dat mag zeggen. Ja. Dus tuurlijk is het persoonlijk als iemand zegt van, ja, vind je het erg? Ja, ik vind het erg. Maar als ik het dan weer groot zie, vind ik dat ik eigenlijk... Ja, daar niet te veel over mag klagen, want er zijn nog zoveel ergere dingen en dat weet ik ook. Dus ja, ik ben maar gewoon een beetje kalm. Ja, en we hebben natuurlijk met onze sport het geluk, zo denk ik dan ook maar, dat we gewoon iedere dag nog mogen. Hè? Ja, precies. Dat het door kan gaan. Ja. En hoe hou je jezelf dan gemotiveerd op dit moment? Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel iemand die altijd goede zin heeft. Ik kan heel goed 's ochtends vroeg opstaan, dus ik doe het liefst altijd alles 's ochtends. Maar goed, ja, het zijn wel lange dagen, dus uitermate mee. Maar ik rij het liefst dus zo op tijd mogelijk. Ik begin het liefst zo vroeg mogelijk. En ik denk gewoon dat die paarden, die houden je altijd wel een soort van fit. En we gaan nou in het weekend wat meer naar het bos, omdat we natuurlijk geen wedstrijden hebben. En ik denk ook wel, zeg maar, natuurlijk hier sta ik dan samen met Vin. En
dan hou je elkaar ook wel scherp. Ja. Weet je, het is niet zo dat je dag in dag uit alleen bezig bent. Ik vind alleen, dat is wel best wel saai. Ja. Maar als je wat meer mensen om je heen hebt en mijn moeder komt nog steeds helpen en ik ga ook nog steeds naar les. Weet je, dus dat soort dingen, dat hou je echt wel fit en actief bezig. Ja. Hey, en je bent een echte wedstrijdbeest zo gezegd, hè? Dus ik kan me voorstellen dat je daar ook veel naar uitkijkt. Wat is dan ook zeg maar de afgelopen tijd het leukste wat je hebt gedaan, even zonder de wedstrijd? Zonder de wedstrijden. Dus wat ik zeg maar het leukste nu vind zonder de wedstrijd. Nou, dat is echt heel weinig hoor. Nou, ik denk het allerleukste wat ik nu vind zonder de wedstrijden. Als we eten gaan afhalen of zo. we doen echt helemaal niks. Ja, dat is een goede vraag. Online shoppen? Nee, het is echt heel beperkt. Ik vind nog steeds elke dag rijden gewoon leuk. Maar als ik dan echt... ik vind het nog steeds wel gezellig als we eventjes naar wat vrienden gaan om een wijntje te drinken. Maar ook dat is zeg maar gewoon naar één gezin. Want je kan het niet met meerdere. Dus het is allemaal heel beperkt. Maar ja, ik kom er wel doorheen. Het is niet dat ik mezelf zielig vind of zo. Ja. Goed, hey, en welke gebeurtenis zou je graag over willen doen? Ja, ik vind dat een beetje. Ik vind eigenlijk niet dat je iets. Weet je, alles is zo gelopen zoals het is gelopen. Maar als ik nu had. Als ik nu iets moet kiezen, dan had ik zeg maar vanuit. Toen ik wegging uit Rusland. Toen ben ik naar Nederland gegaan, toen ben ik naar Duitsland gegaan. En toen weer naar Nederland, dan had ik gewoon Duitsland geskipt. Maar goed, ja, daar heb ik ook weer wat van geleerd. Maar dan was ik daar gewoon niet heen gegaan, want ik vond er niks aan. Ja, ja. Hey, ik las dat een eigen paard kopen voor jou, zeg maar, een van jouw vorige dromen was. Dat heb je Dastan gevonden. Dus ik ben wel even benieuwd, hoe heb je hem gevonden? Het is best een lang verhaal, maar ik wil proberen iets in te korten. Ik weet niet of je het nog weet, maar ik had een andere schimmel en die heette Wishful. En ik denk later is die weer Wim gaan heten. Ja. Daar was ik heel gek van, die was van eigenaresse. En die had mij toen de tijd verteld dat die niet verkocht zou worden. En uiteindelijk is die wel verkocht en daar had ik echt heel veel verdriet van. Natuurlijk is het oké dat een paard verkocht wordt, alleen ik wist dat niet van tevoren. Maar ik had daar dus echt heel veel verdriet van met dat paard. Had ik Inter 2 gereden, dus ik mocht Grand Prix. Dat maakte het misschien natuurlijk ook nog wel iets heftiger. Omdat je dan bijna bij de Grand Prix bent en dan gaat dat niet door. En toen zei mijn moeder tegen mij van, ik ga een nieuwe schimmel voor jou zoeken. En zei ik, ja, dat hoeft helemaal niet. Ik hoef geen nieuwe schimmel. Weet je wel, echt zo heel geïrriteerd. Maar moeder zei, jawel, ik ga er een zoeken. En toen is zij dus op sporthorses gaan zoeken. En ik dacht, ja, echt, hoe kom je erbij? En... toen had zij dus een Dastan gevonden en die stond bij toen nog Christa, nou heet ze Lamayeur, die heet toen nog Christa Lavaker. Ja. En toen zijn we daar gaan kijken en toen ben ik daar dus op gaan rijden en toen dacht ik, nou best een leuk paard. Maar goed, ja, weet je, we moeten nog wel een keer gaan kijken. Het was inderdaad een schimmel, best wel donker. En toen gingen we weg en toen ging die zo... Toen dacht ik, volgens mij is die verkocht. Volgens mij wil die mee. Ja, dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus toen, toen hebben we hem meteen gekocht. En toen hadden we hem eigenlijk nog samen met andere eigenaren. En toen ben ik dus uiteindelijk naar Rusland gegaan. En toen hadden zij wel zoveel vertrouwen in mij dat ik hem mee mocht nemen. Ja. En toen dacht ik van, ik ga daar geld verdienen. En als ik genoeg geld heb, dan koop ik hem helemaal. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja, ja. Hey, wat sprak jou aan in dat paard? Hij was heel actief. Ik heb, mag wel zeggen toch, ik heb best wel een hekel aan luie paarden. Ik vind dat heel vermoeiend. Dus ik wilde heel graag een actief paard die lekker fit was. Hij was vrolijk. En wat ik ook heel graag wilde, hij had heel veel front. Ja. En dat sprak mij heel erg aan. En dat is natuurlijk een schimmel. Het was niet per se dat ik, weet je, ik vind andere kleuren ook mooi, maar in dit geval was het zo dat er een schimmel weg was gaan. Ja. Hey, en wat maakt dat jij zo'n klik hebt met dat paard? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. ik had eigenlijk helemaal niet zo'n klik met dit paard, want ik had hem dus gekocht en toen vond ik hem leuk. Ja. Maar toen, het is al helemaal een springgefokt paard. Dus... En dat vind ik ook prima, want er zijn natuurlijk heel veel dressuurpaarden met springroute in. Maar toen had ik hem thuis en toen werd hij steeds wilder en hij was
soort van onhandelbaar. En toen dacht ik na een tijdje, ik denk na een half jaar of een jaar, dacht ik, ik vind hem eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. En toen dacht ik, ik vind hem eigenlijk zo niet leuk dat ik ook eigenlijk niet meer op wilde rijden. Want ik was ook een beetje angstig van, want hij was altijd zo wild. Terwijl iets wat ik leuk vond werd in één keer een beetje tegen me gebruikt. En toen ben ik zelfs even gestopt om met hem te rijden. Toen had ik een meisje bij mijn werk en die heeft hem even gegeven. En toen zei ik tegen mijn moeder, hij moet weg. Ik vind dat paard helemaal niet leuk, ik heb er geen plezier aan, ik rijd er niet eens meer op. En toen zei mijn moeder, nou dat vind ik prima, maar je hebt wel de verantwoording over dat paard. Dus als jij wilt dat die verkocht wordt, dan zou je hem toch wat moeten leren, want hij kent niks. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel zo. En ik had ook niet genoeg geld om gewoon nog een paard te kopen. Ja. Dus toen dacht ik, shit, weet je wel. Ja, dan moet ik er toch maar weer zelf op gaan rijden en hem iets gaan leren, zodat ik hem kan verkopen. Ja. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En dus echt zo dat, het oude verhaaltje van toen gingen we natuurlijk samenwerken. En toen vond ik hem leuker en nog wat leuker. Ja. En uiteindelijk vond ik hem dus zo leuk dat ik hem helemaal niet meer wilde verkopen. Dus mijn moeder was helemaal in de gloria. Want die dacht van yes, het is gelukt. En zij dacht dat dus al. Maar het was nooit zo dat ik hem niet leuk vond, omdat hij een oefening niet wil. Want hij heeft altijd alles heel makkelijk geleerd. Maar meer omdat hij zo wild was. Het heeft me heel veel tijd en geduld gekost, terwijl ik echt heel kalm ben. Maar het heeft me echt veel moeite gekost om gewoon dat temperament te controleren. Want hij was gewoon echt ondeugend. Ja. Dus het was nooit zo dat hij iets niet wilde, maar echt ondeugend. Ja. Dus opzij springen, wegspringen, dan in één keer vandoor, weet je wel. Gewoon echt heel wild. Dus nou ja, goed. Nou zijn we uiteindelijk toch bij de Grand Prix. Dus het is wel iets wat ik heel bijzonder vind. Ja, en het gaat hartstikke goed. Gaat hartstikke goed nu? Ja, het gaat hartstikke goed, maar je wil natuurlijk altijd beter. Maar dat is ook logisch. Maar ik vind nog steeds dat het verbetert. Ja, ja, mooi. Ja, even vooruitkijken natuurlijk. Wat is jouw volgende doel? Het is natuurlijk nu even gestopt. We hebben op het NK best wel goed gereden. En ik had toen 69 nog iets. En dan denk je van, ja oké, dat is best leuk. Maar op het NK, dan rijden de mensen zo goed. Dan ben je gewoon met die score nog steeds ergens 10e of 12e. Ja, dus daar verander je niks. En dat is hartstikke leuk voor de sport dat iedereen het zo goed doet. Maar ik wil gewoon heel graag rond de 70 of iets meer scoren. Liefst natuurlijk iets meer, maar ik denk dat 75 of zo is te hoog gegrepen. Maar net daaronder, dat zouden we eigenlijk wel moeten kunnen. Dus dat wil ik heel graag nog proberen, dat ik gewoon over die 70 kan. Ja. En natuurlijk mezelf en hem blijven ontwikkelen. En misschien ook nog wel een paar leuke internationale wedstrijden rijden. En dan zien we het wel. Ja. En jouw vorige droom was een eigen paard kopen. Dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Heb jij een volgende droom? Ik had een tijdje over nagedacht, want ik heb ooit, weet je, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren, maar vroeger moesten van die papieren invullen wat je dan later wilde. En toen weet ik nog dat ik had opgeschreven van, ik zou heel graag met veel verschillende paarden op verschillende niveaus rijden. Dat weet ik nog, dat ik dat heb geschreven. En toen dacht ik laatst, eigenlijk doe ik dat wel, want ik rij Z en ik rij Z het zwaar en ik rij Christian George en ik rij Grand Prix en ik heb er nog één voor dit één. Ik heb jonge paarden, dus ik rij eigenlijk wel met heel veel paarden, veel verschillende niveaus. Dus dat vind ik leuk. Het is natuurlijk heel leuk om te zeggen, ik wil een EK of een Olympische Spelen, maar ik vind wel dat het moet wel nu dichtbij staan. En ik sta nu helemaal niet dichtbij een Olympische Spelen of iets. Dus dat zou ik dan elk jaar mijn doel niet halen. Dat is ook een beetje lullig. Dus ik vind het gewoon leuk om te doen wat ik nu doe. Ik wil graag met alle paarden beter worden. Met alle paarden goed presteren. En dan zien we wel wat er komt. Ja. Hey, en waar verbaas jij je wel eens over? Ik verbaas me wel eens over, maar dat is echt wel een beetje dat zeg maar in de wereld nog goed gaat. Daar verbaas ik me wel eens over. Als ik dan zie, zeg maar, als het nieuws elke dag komt en ik hoor dat allemaal en dan denk ik van het is echt nog heel ongelooflijk dat het nog werkt allemaal. Ja. Of dat er nog niet, er is natuurlijk al heel veel oorlog, maar niet dat het nog niet iedereen elkaar opmaakt en dat er niet elke dag mega chaos is en zo. Ja. Ik verbaas me daar wel over. Dat ik denk, jeetje, dat het al die jaren nog redelijk goed gaat. Ja. Hey, dan ben je in Rusland. Dan ben je helemaal in je eentje. Je spreekt geen woord Russisch. En nu, een aantal jaren later, ben je al 3 jaar samen met een Russische man. Ja. Hoe loopt zoiets?
Ja, dat is wel grappig, maar toen ik daar werkte, toen had ik zeg maar een woning op het terrein. En toen waren ze op zoek naar iemand om mij te helpen met de paarden. Maar ik had natuurlijk die advertentie niet gezet, want dat kon ik niet. Dus dat werd gedaan. En toen heeft hij gereageerd op die advertentie. En toen werd hij ook aangenomen, maar niet voor mij, want hij praatte geen Engels. Dus dat was natuurlijk wel een vereiste. Stond er ook een foto bij de advertentie? Nee. Ja. Dus toen kwam hij wel in hetzelfde gedeelte te werken. Dus voor dezelfde baas, alleen niet voor mij. En toen merkte ik wel, toen dacht ik wel van, hey, dit is iemand nieuws, weet je wel. En, maar ja, ik zei hi. En dat was het ook wel echt voor een hele tijd. Maar toen kwam hij dus in hetzelfde gebouw te wonen als waar ik woonde. En een paar kamers verder. En ik had mijn twee chihuahua's en ik was natuurlijk echt alleen. Dus 's avonds ging ik een rondje maken over het hele terrein met die hondjes. Dan had ik natuurlijk tijd en dan liep ik even rond. En toen was ik altijd liep ik alleen. En toen dacht ik van, oh, ik ga een keer vragen of hij met mij een rondje wil lopen. Dus dat ging echt nog met gebarentaal van you en me. En ik dacht ook niet dat ik wat anders deed, maar hij zei ja. Dus het ging weer lopen en toen, ja, dat is heel gek, maar het zit gewoon in de mens dat je wil communiceren. Ook al kan je niet de taal. En toen hebben we gewoon geprobeerd Engels te praten en dat ging echt in het begin met handen en voeten. En ja, elke keer beetje bij beetje. En ik denk dat hij toen of heel veel Engelse series heeft gekeken of... we hadden ook natuurlijk op je telefoon kan je zo'n vertalen, dus dan kan je het ook wel zeggen en dan zo. En dat hebben we dus gedaan. En toen hadden we nog steeds natuurlijk geen relatie, toen waren we gewoon een soort van vrienden aan het worden. Ja. Toen zag ik ook nog wel af en toe meisjes daar in de kamer heen gaan, dus ik dacht van oké, hij heeft het daar spannender dan ik. Toen ben ik daar natuurlijk na een tijd gestopt en toen is hij mij nog een keer in Nederland opkomen zoeken. Toen kon hij natuurlijk ondertussen wel wat Engels. En toen dat ik naar Duitsland ging verhuizen, toen zei hij van, nou als je gaat, dan kom ik je wel helpen met de verhuizing. Dus dat heeft hij gedaan. En toen was ik daar en toen kreeg hij daar ook weer een baan aangeboden bij die man. Dus dat was echt heel toevallig. Toen zijn we daar weer samengewerkt en daar is de vonk overgeslagen. En toen hebben we dus een relatie gekregen en toen zijn we samen naar Nederland gekomen. Ja. Dus ja, en nu zijn we nog steeds samen. Ja. En heb je met hem ook wel eens over gehad wat voor hem het moment was dat de vonk oversprong, of voor hem de vonk oversprong? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen, want hij zei wel, en dat merkte ik ook wel, hij vond mij wel, hij vond mij best wel snel leuk. Maar ik wist dat ik natuurlijk maar een jaar in Rusland zou blijven, of iets langer, maar niet, dus ik stond daar helemaal niet voor open. Ik dacht echt van, ja, ik kom hier werken, ik kom geld verdienen zodat ik een paard kan kopen en ik ben weer weg. Dus ik stond daar echt absoluut niet voor open. Alleen toen hij natuurlijk naar Duitsland meeging, toen dacht ik van, ja, ik wil eigenlijk geen relatie, want we zijn zulke goede vrienden, ik wil dat niet verpesten. Ik was daar ook wel een beetje angstig voor. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, wie niet waagt, wie niet wint. Dus toen hebben we toch maar gokkie gewaagd en now we're here. Dus het gaat goed. Hey, en wat is de grootste blunder die jij zelf maakte? Oh, ik heb er echt heel veel. Ik heb heel veel blunders. Maar ik vind een van de, vind ik best wel een erge blunder. Ik vind sowieso in de paarden, als je verkeerd rijdt, vind ik altijd wel een beetje een blunder. Maar oké, dat is dan niet zo erg, want dat doet iedereen. Maar ik heb ooit... ik denk dat het de zenuwen waren of zo. Toen moest ik of junior, volgens mij junior rijden. En ik was hartstikke zenuwachtig. En ik had een paard wat eigenlijk al wat meer kende dan ik. En toen stond ik, als ik aan denk ik, oh wat erg. Toen stond ik op zeg maar gewoon een normale lijn. Was ik in draf, ging ik dus halt houden. Ja, het kan bij V afwenden of bij P, ik weet niet meer. En toen stond ik dus zeg maar op zo'n lijntje en ik moest daar achterwaarts. En ik weet niet hoe het komt, maar ik stond daar dus heel mooi halt en toen leek ik echt zo. Goed. En toen keek ik omhoog, heel serieus, en toen keek ik omhoog en toen dacht ik, wat doe ik hier? Ja. En toen, weet je wel, it hit me, weet je, toen dacht ik van, oh, ik sta helemaal op een andere lijn. En toen dacht ik, oh, en dat vond ik wel echt, weet je, als ik daar nu aan denk, denk ik, wat, hoe kan zoiets van mij? Ja. Gewoon, soms heb je wel eens, weet je, dat je gewoon te geconcentreerd bent. Ik denk dat ik dat toen had. Dat vind ik wel echt heel erg. Dat vind ik wel echt een blunder. En ik hoop ook dat iedereen anders vergeten is, zeg maar, die daar toen was. Hey, je bent vrij actief zelf op social media. Ik ben wel benieuwd, wie vind jij leuk om te volgen? Ja, dat is een goede vraag. Wie vind ik leuk om te volgen? Ik volg Katrien hiervoor. Vind ik leuk om te volgen.
soms vind ik het wel een beetje dat zij wel echt heel veel erop schrijft over haar liefdesleven. Dat vind ik wel eens wat minder. Maar ik vind het toch leuk om te volgen, want ze heeft gewoon heel veel liefde voor die baan. Dat vind ik leuk om te zien. Ik volg wel wat, ja, natuurlijk wat echte mensen die ik ook, net zoals Vincent of zo, weet je wel, die ik gewoon elke dag zie. Ja, gewoon nee, maar ik bedoel die ik echt, zeg maar, in Nederland. En ik, net zoals Dinja, die volg ik ook. Ja. Mensen die, weet je, zeg maar, wat ik merk, mensen die een beetje losjes, zeg maar, met die paarden omgaan. Die niet zo gemaakte video's hebben. Ja. Dat, ik denk dat ik dat leuk vind. Even denken hoor, wie ik nog meer? Ik heb Patrick Kittel, vind ik ook leuk. Al moet ik wel zeggen, bij Patrick Kittel is altijd alles perfect. Dat vind ik ook wel zo. Ik heb zo'n perfect leven. Maar ik weet wel dat, dat is misschien nog wel iets grappigers bij mij. Maar de meest, wat het allermeeste wat ik volg, dat is echt heel erg misschien als paarden iemand. Maar ik volg heel veel niet paardenmensen. Dus make-up. Wonen, hoe noem je dat? Gewoon in huis, interieur. Ja. En haar en nagels en zo. Ja. Ik ben heel erg, ik vind uiterlijke dingen heel leuk. Want ik weet dat iemand een keer zei, ik weet niet wie je allemaal volgt, maar niet veel paardenmensen. Dus ik volg wel paardenmensen, maar het allermeeste wat ik volg is andere dingen eigenlijk. Gek, hè? Ja. Hey, en wie inspireert jou in het algemeen? Qua paardenmensen, zeg maar. Dat kan, maar ik bedoel even buiten social media. We hebben het gehad over wie jij volgt, maar wie inspireert jou op dit moment? Ik vind, zeg maar, in de paarden, in de dressuur, zeg maar, om het zo maar te zeggen, vind ik, natuurlijk ben ik heel dol op Isabel. Ik vind dat echt heel bijzonder wat zij doet. En wat ik daar dan nog zo, nog knapper aan vind, is dat ik haar paarden eigenlijk niet zo heel leuk vind. Dus als je haar paarden ziet, dan denk je altijd van, wat? Weet je wel, van serieus, ga je nou op dat paard iets doen, weet je wel? En dan zie je dat in de, hoe ze dat bewerkt, en dan zie je in de ring en dan denk je, wauw. En ik moet wel zeggen, kijk, ik vind hoe Katrien rijdt fantastisch, maar ik vind die paarden ook al heel goed. Ja. En dat vind ik met Patrick Kittel ook. Ik vind het heel knap en mooi om te zien, maar die paarden zijn al heel goed. En bij Isabel heb je altijd zoiets van, oh, er is nog een kans voor mij ook, weet je wel. Het kan ook met een gewoon paard. En dat vind ik, zeg maar, heel leuk bij haar. Ik vind Jessica Werndel heel mooi om te zien rijden. Dorothy Schneider vind ik ook mooi rijden. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben meer nog gecharmeerd van buitenlandse ruiters dan Nederlandse ruiters. Maar dat heb ik al wel eens eerder gezegd. Ja, precies. Precies. En wat je net zei over Isabel, ik heb haar wel eens zo'n ruiterwisselprogramma zien doen. Yeah. Dat de topruiters, zeg maar, op de BDM in München gingen dan op amateurpaarden. Yeah. En dan mochten ze 10 minuten aan publiek losrijden, dus even overnemen. En dan de proef in. En Isabel was een van de ruiters die daar gevraagd werden. En ook alles lukte. Yeah. Alles lukte. Ja, ze heeft zoveel. Ze had 10 minuten. En elke wissel kwam eruit. En dan moest een volgende topraad en iedereen deed het heel goed. Maar bij haar was het net alsof ze dat paard al heel lang trainen. Ja, echt ongelooflijk. Ja. Hey, maar jij bent ook een inspiratie voor anderen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd van, ja, wat vind je eigenlijk de leukste oefening om te doen met de paarden? Ja, dat is daar heb ik dus ook over nagedacht. Toen dacht ik, ja, wat vind ik nou de leukste oefening? En toen dacht ik, ja, heb ik die wel? Ik heb nooit, zeg maar, dat ik denk van, als ik een oefening doe van, oh die, ja, die vind ik zo leuk. maar ik weet wel dat ik best wel handig ben met wissels. Ik kan een paar makkelijk wissels aanleren. Ik ben best wel gewoon handig daarmee met series. Ik vind pirouetten heel mooi om te zien als iemand hier rijdt. Dus als ze mooi worden uitgevoerd, vind ik dat heel mooi. Maar ik kan nou niet zeggen dat ik dat heel leuk vind om te doen, eigenlijk. Dus toen dacht ik later van, ja, wat vind ik nou echt leuk? Ik vind uitgerekte galop best wel leuk. En wat ik dan ook nog heel grappig daaraan vind, is dat ik er soms in de proef ook nog wel eens gewoon vandoor ga. Terwijl niemand dat in de gaten heeft. Achter. Dan denk ik zo, en dan denk ik altijd, oh, ik kom niet meer terug. En zo, nee. Ja, dus dat vind ik wel gewoon leuk. Ik vind appiëmenten altijd heel mooi om te zien. Als een paard mooi kan appiëren, vind ik dat de mooiste oefening om naar te kijken. Maar om nou te zeggen dat ik dat het leukste vind om te rijden, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat ik graag galoppeer. Ik galoppeer graag. Dat merk ik wel. Als een paard. Ik heb liever een goede galop dan een hele goede draf. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe jij dit traint.
Bedankt voor jouw tijd vandaag. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. We konden hier natuurlijk niet met lege handen aankomen, dus ik heb ook nog wat meegenomen voor jou. Wat lief, dankjewel. En kan ik het openmaken? Ja, zeker. Okay. Zeker. Tromgeroffel. Ja, het studiopubliek vandaag is erg stil. We gaan even lekker wassen, denk ik. Hartstikke mooi. Voor een paar neem ik aan, niet voor mezelf. Nee, we hebben al vandaag geleerd dat jij inderdaad jezelf goed verzorgt. Ja, nou, nu zijn de paarden aan de beurt, dus hartstikke lief. Super, ja. Dankjewel. Ja, dat is speciaal voor als ze geschoren zijn, speciale wash. Nou, we gaan mee aan de gang. Ja, dus leuke tijd. Fijn voor nu, denk ik. Hey, vond je het nou leuk om deze video te bekijken? Like dan even ook en subscribe. En dan gaan we nog veel meer leuke video's maken. Dankjewel voor het kijken.